Erik, ja? Heb je die sixpack opengemaakt? Nog niet. Nog niet. Maar die sluit op weer, ja. Waar laat je die camera straks als we in PP zijn? We ja. Gewoon in de auto natuurlijk. Dus had je iedere maand in je handjes gekregen? Nee, want afhankelijk van je situatie betaal je belasting en dergelijke. Dus niet, daar, dus wat je in je handen krijgt. Vandaar dat als je het over belasting, als je het over salaris zit, dat je het altijd over bruto hebt. Want dan weet je werkgever zo dat je niet zelf wil betalen. Die mensen zitten heel raar te kijken naar ons, want Jurgen zit te filmen. Bedankt, Rutte. Wat even? Kun je de camera uit mijn ogen? Ja, kan ik dat wel doen? Huh? Moet je die camera uit je ogen halen? Nee, nou. Wat verdien je nou net ook, Pico? Bij mij mag je me niet papier aan om te filmen, want ik ben de chauffeur. Begrijp je dat een beetje? Dat je mij niet met bier mag filmen, want ik ben de chauffeur. Ja, dat mag best. Wat dan? Ja, nee, want dan is het een strafbaar feit en dat heb jij dan vastgelegd. Dat is bij de rechtbank gewoon. Hij wou zeggen dat ik een mussert ben. Ja. Ja. Jij zei. Ik ben voor rustgefoten door. Een Himmler. Wij gaan een Himmler, ja. Jij bent een Himmler. Niet. Mijn broer is gewoon een oog. Een onzin. Een oog dat toevallig regent. Gaat hard, hè? Dat is zo kijkt, hè? Zou ik nou ook via die camera kunnen auto rijden als ik niet mogen? Nee, ja. Maar in principe wel. Laat maar eens kijken. Nee, je ziet te weinig. Laat maar eens kijken. Ik heb twee ogen. Oh, wat eng. Het lijkt wel of je videospelletjes speelt als je zo kijkt. Ja. Het lijkt wel een videospelletje, man. Laat maar eens kijken, broer. Neem mij eens op als je wil. Gewoon op je Stefan, dat rode knopje moet je dan even indrukken. Nee, niet. Ik heb vroeger namelijk al op een record gedrukt. Heb je mij ook gedaan? Ja, ook. Ook, ja? Recht door mijn broer. Hij staat op record, dat kun ik. Druk hem eens uit, staan met je duim, dan ga je mijn knopje. Even indrukken. Die ja. Indrukken, druk hem eens in. Laat die heel hard killen. Ja. Zoetermeer. We rijden Zoetermeer binnen. Ja, Zoetermeer, Homer weer? Ja, die rijden we binnen. Ja? Kieskeurig gekozen. Jur. Tim, jij drinkt nu een lekker biertje achter het stuur. Ja. Jur, ik heb Ariane verteld dat jij om huis op Ariane kijkt. Ja, maar daarom heb ik straks een limonadesje genomen. Jur, wil je alsjeblieft even een interview met me afnemen over Ariane? Ja, oké. Een interview met mijn broer. Over? Over Ariane. Oké. Wil je even je kop even halverwege naast staan? Ja. En hier met je knie tegen mijn Waarom vind jij haar niet leuk? Waarom vind ik Ariane niet leuk? Ze heeft de grote tieten. Ariane heeft niet de grote tieten. Ariane is sowieso een beetje te dikker. Ja, bovendien, als zou ze slank zijn, dan spreekt ze me niet zo aan. Jorm, jij hebt ook een klote lichaam. Wat voor lijf heb jij nou? Ja, weet ik, Steven, moet rijden. Oh. Wat voor lijf heb jij dan? Heb jij dan zo'n godverdomme. Wat ben je dan, joh? Nou eens hard. Nee, dat loopt niet. Hé, dat is hier nog niet. Dat is je bent gaat er ook gewoon een eikel. Ik rij gewoon over de busbaan dan. Nou, wat ben je meer dan? Hier. Ja, je zegt hier. Wat ben ik meer als Ariaan? Als Ariaan. Wie ben jij om Ariaan te min te vinden? Ik vind Ariaan niet te min. Ariaan is een lief vijf, maar het is niet mijn type. Ja, maar je moet niet altijd. Erika was ook niet jouw type. Nee, Erika is ook niet mijn type. Dat vind ik ook een dikhart. Ik hou niet van dikhart. Ik ga je zo op je bek slaan. Waarom? Omdat je mijn vriendin een dikhart noemt. En ja, ze is ik vind helemaal jouw vriendin ook een dikhart. Ze is helemaal niet dikhart. Ik vind Jolanda ook een dikhart. Ja, die is dikker.
Zo. Daar gaat Steven zo meteen Tim op zijn bek. En hij maar de Jurgen op zijn bek slaan. Ja, maar, en wat denk je dat die vrouw in naam van jou denkt? Ik denk gewoon jou. Ik kan me niet verrotten, maar ik wil geen dikkerd voor mezelf. Ja, maar jij hebt niet zoveel keus. Je bent lelijk, je bent mager, je hebt geen figuur. Ja, liever weinig keus als een verkeerde keus, oké? Okay? Bullshit. Ja, maar ik heb al verkeerd gekozen. Jurgen, dat is jouw eerste keus. Jongen, ik heb al verkeerd gekozen. Misschien vind jij... Wie dan? Tanja. Misschien vind jij spekneuken wel lekker. Spekneuken? Ja, misschien ook wel. Dat ga ik vanavond uitproberen. Wie dan? Jolanda ga ik neuken vanavond. Ja? En Staaf? Ja. Ja. Ja, die heeft wel interesse in jou. Ja, is ze? Ja. Nee, Jolanda haalt mij. Wie niet?